Goedendag, welkom vanuit de studio van de Academie voor de Rechtspraktijk in Waardenburg. Waar we een WWZ in de praktijkjournaal gaan hebben. En dat betekent dat we gaan praten over de nieuwe WWZ. Bijna een jaar geleden werd die ingevoerd, de wet werk en zekerheid. En wat betekent dat nou eigenlijk voor de praktijk? Voor juristen, maar ook voor werkgevers en werknemers. We gaan dat doen aan de hand van drie stellingen het komende uur. Dat doen we met drie gasten. Ik ga ook voor u thuis van links naar rechts in het beeld. En dan begin ik met jou, Muriel Wevers. Je bent HR-manager. Interim vooral. Ja. Veel verschillende klussen, ook nog een mediation. Nu werkzaam bij O'Neill tijdelijk. Ja. Vat ik het goed samen zo? Vergeet ik iets? Ja, O'Neill Europe. Het hoofdkantoor is in Nederland. En dat is een geweldige onderneming in surf- en snowkleding met 600 mensen over Europa verspreid. Waarom huren mensen jou vooral in? Wat is iets waar jij van zegt, nou, als je mij inhuurt, dan krijg je iemand die rust brengt in de onderneming en in het HR-team en leiderschap laat zien. Ja, invliegen en orde op zaken stellen. Ja, daarna verder bouwen. Dat is de slagroom. Goed. Nou, in het midden de enige man in het gezelschap, Maurits Mazel, bedrijfsjurist. Bij Stedin, is dat tegenwoordig de juiste benaming? Ja. Wat in het kort doe jij? Wat is jouw verantwoordelijkheid? Ik ben bedrijfsjurist arbeidsrecht. En in mijn eentje ben ik verantwoordelijk voor het hele arbeidsrecht. Dus het collectieve deel, het individuele deel, het medezeggenschapsrecht. Een deel van het Eneco-concern. Nog wel. En samen met hun... vorm ik het arbeidsrecht en ben ik daarvoor verantwoordelijk. Ook meer op beleid bijvoorbeeld. Dan hebben we het niet over 10 mensen, niet over 100 mensen, nee, ook niet over 1000 mensen. Nee, keer 3 ongeveer. Werken 3400 mensen bij ons. Afhankelijk van wat je meetelt natuurlijk. Maar het is een flinke, enorme club. Club mensen. Technisch bedrijf, veel monteurs. Met al zijn uitdagingen daarbij. Maar je bent nu bedrijfsjurist en hiervoor was je jurist bij een kantoor. Nee, ik heb een tijd lang in advocatuur gewerkt op de Zuidas van Amsterdam, bij Boekel. Andere wereld. Ja, ook hartstikke leuk. Veel geleerd. Ook welkom. Annette Jong, advocaat bij Pels Rijken, Den Haag. Ja. Wat is, kort gezegd, jouw specialiteit? Arbeidsrecht neem ik natuurlijk aan. Wat doe je daar verder omheen? Wat voor soort klanten? Wij werken op het gebied van het hele arbeidsrecht. Het hele scala komt voorbij. We hebben met name hele grote marktpartijen als cliënt. Maar we staan ook werknemers bij. Maar dan met name de statutair directeuren of werknemers in het hogere segment die advies nodig hebben. We houden ons verder ook bezig met in-house trainingen voor onze cliënten en het geven van cursussen en trainingen, onder andere voor de Academie van de Rechtspraktijk. Landsadvocaat, kantoor, dus veel overheidswerk. Klopt. Binnen de sectie hebben we de sectie arbeidsrecht en ambtenarenrecht. En ik zit met name in de civiele arbeidsrechthoek. Drie stellingen. Die drie stellingen hebben jullie een beetje verdeeld. Stelling 1. Werkgevers kijken intensiever en langer naar verbetertrajecten en scholing van werknemers. En ik neem aan dat je daaraan zou willen toevoegen sinds de invoering van de nieuwe WWZ. Deze stelling die komt eigenlijk voort uit de verschuiving die wij zien sinds de invoering van de WWZ. Daar waar met name dysfunctioneringstrajecten voorheen ook aan het UWV voorgelegd konden worden, is dat sinds de invoering van de WWZ het exclusieve domein geworden bij de kantonrechter. De scholingsverplichting zie je ook nu daadwerkelijk in de wet terugkomen in twee artikelen. Eén artikel 611a, waarin ook daadwerkelijk staat dat de werkgever verantwoordelijk is voor de scholing van de werknemers. En ook in het artikel waarin het ontslag is geregeld, 669, daarin staat dat de werknemer geschoold moet worden alvorens de werkgever op basis van een voldragen ontslaggrond ontslagen kan worden om in het kader van de herplaatsing te kijken of dat hij dat ontslag kan voorkomen. Ik zie jouw hapering. Ik wil een soort tussenvraag, maar ga je eerst even.
Dysfunctioneringsdossiers die worden eigenlijk zwaar getoetst nu door een rechter. We zien ook in de praktijk dat de uitspraken laten zien dat rechters daar ook heel streng naar kijken. En dat je daadwerkelijk een echt dossier moet hebben, wil je aan een ontbinding toekomen. Voorheen stond het hele kader voor dysfunctioneringszaken en de verbetertrajecten die je moest volgen in het ontslagbesluit. Het ontslagbesluit is met de invoering van de WWZ komen te vervallen. Maar eigenlijk voor dit soort zaken is daar niks voor in de plaats gekomen. Dus het heeft nog steeds wel actualiteitswaarde. En wat daarin stond, dat was ook neergelegd in de jurisprudentie. En in dat opzicht, er is natuurlijk nu heel veel over te doen over verbetertrajecten en het dossiervorming, herplaatsingsinspanningen. Maar vergelijking met wat voor de WWZ gold, is daar eigenlijk niet zo heel gek veel veranderd. Het enige is dat de rechter nu gaat kijken, is het dossier voldragen genoeg om te komen tot een beëindiging? En daar waar voorheen je dat nog kon goedmaken met een hogere kantonrechtersformule, kan dat dus nu niet meer. En daarom zie je dus die afwijzingen. Voor 1 juli vorig jaar kon je nog zeggen van nee, we hebben niet zoveel een scholing aangeboden of herplaatsing of noem maar op. Maar we zijn wel bereid om een goed bedrag neer te tellen. Precies. En dan was het al gauw goed. Ja, ja, en dan kan de rechter zeggen van nou ja, ik zie ook wel dat partijen niet meer met elkaar door een deur kunnen. De verbetertraject is niet gevolgd, dus dat is de werkgever verwijtbaar. Dus ik ken de werknemer een ontbindingsvergoeding toe met factor 1,5, maar dan was de werknemer wel weg. En nu zegt de werkgever of de rechter van nou, ik zie dat de werkgever eigenlijk onvoldoende heeft gedaan aan dat verbetertraject. Ga dat eerst maar eens doen. Bied de werknemer een eerlijke kans om zijn functioneren te verbeteren. Zeg ook waar het op staat, ben duidelijk met hem, help hem ook te verbeteren, geef hem die scholingskans. En pas als dan blijkt dat de werknemer niet kan voldoen aan de eisen die jullie daarin stellen, kom dan nog maar eens terug. Zie jij in jouw praktijk, hè, je treedt vaak op voor werkgevers, ja, van oh, wat fijn dat we scholing mogen aanbieden. En wat fijn dat de wet ons hier nu toe verplicht. En wat goed dat wij die werknemer op een hele creatieve manier kunnen verbeteren. Ja, nou ja, kijk, het mes snijdt natuurlijk wel aan twee kanten. Op het moment dat werknemers meer scholing krijgen, komt dat ook ten goede van de bedrijfsvoering. En ook voor het mooie begrip employability van de werknemers is dat wel heel goed. Maar we moeten daar ook geen verstoppertje over spelen, want voor de WWZ moest een werkgever dat eigenlijk ook al doen. Het is nu eigenlijk alleen meer in de wet vastgelegd. Ja, als het niet trouwens voldaan is, dan heb je een probleem. Ja, maar dat is met name inderdaad met dat verbetertraject. En daar zijn rechters wel streng in. Dus op het moment dat een werknemer zelf zijn eigen verbeterplan moet schrijven, zegt de rechter, ja, dat vind ik niet goed. Want de werknemer die delft daarmee vaak zijn eigen graf. Hij gaat dan toch zeggen wat een werkgever graag wil horen. En niet realistische plannen schrijven. En dan valt hij daar in die zelfgegraven kuil. Mm. En dat kan je de werknemer dan niet tegenwerpen bij een ontslag. Muriel, merk jij een grote verandering bij jouw opdrachtgevers en in dit geval bijvoorbeeld bij O'Neill, dat er heel erg alert nu gekeken wordt naar opleidingen of herplaatsing, of omdat ze weten dat een rechter daar een groot nummer van moet maken? Nou, niet alleen bij deze opdrachtgever, maar bij andere opdrachtgevers ook. En ik hoor het ook van mijn collega's. En ik vond het heel mooi wat jij zei over eigenlijk wordt de werkgever meer verplicht om te zeggen waar het op staat. En ook serieus een verbeterd traject op te zetten en te volgen en af te maken. En wat er gebeurde in de tijd voor de WWZ. Dan werd eigenlijk de nalatigheid of het gebrek aan betrokkenheid van werkgevers afgekocht met een vertrekpremie. En dat heeft mij wel eens verdriet gedaan, misschien een groot woord, heeft mij wel eens bezorgd gemaakt. Omdat ik vind, natuurlijk is dat in alle gevallen verschillend, dat werkgevers daar serieus iets lieten liggen. En dat kan nu niet meer. Dus eigenlijk
Het verplichten van scholing moet dus heel breed gezien worden, wat mij betreft. En dus ook managers, scholen, hè, want die zijn verantwoordelijk voor die medewerkers, om een goede manager te zijn. En op tijd bij te sturen. En goede feedback te geven. Ja. Zodat die medewerker daar iets van kan leren. En, ja. En je dus nu helemaal niet eens in dit traject terechtkomt. Ja, scholing inderdaad. Werkgevers worden nu inderdaad verplicht om daaraan te voldoen. En ik merk het bij Stedin en bij de Eneco-groep dat we er ook op een andere manier naar gaan kijken. Scholing, belangrijk, technische branche. Bijscholing, veiligheid. Je moet aan allerlei aanwijzingen blijven voldoen. Dus vanuit de verplichting ben je er anders over gaan nadenken. Het komt anders tussen je oren. En laten we het ook hartstikke positief zien. Mensen fit for the future houden. En dat is ook precies de bedoeling van de wetgever geweest, van die scholingsplicht, denk ik. Geen baanzekerheid meer, maar werkzekerheid. Blijf jezelf ontwikkelen. Dus ik zie ook steeds meer in de jurisprudentie dat er een actieve houding van de werknemers wordt verwacht in die scholing. Kijk nou eens, wees nou eens kritisch op jezelf. Wat heb je zelf nodig? Heb je al op die en die site gekeken? Schrijf eens een plannetje voor jezelf. Die mindset-verandering, dat is denk ik wel gelukt. Maar die 3500 mensen bij jou, zitten die nou allemaal op avondschool? En, nee, nou, ze zitten... Allemaal de hele dag cursussen te doen? Nou ja, ik zou bijna zeggen idealiter wel, maar dan brandt er geen licht meer in de kuip als er een storing is. Ze worden natuurlijk, is een deel van hun werk en van hun opleiding gewoon de verplichte aanwijzingen en de verplichte scholing te hebben. Maar ik leid ook managers en HR-managers op om verder te kijken dan alleen die verplichte scholing. Ga nou eens nadenken. Als het voor jou goed is om een bepaalde competentie te ontwikkelen, of om een keer mee te lopen met een andere afdeling, of ga eens kijken bij Stichting X of Samenwerkingsverband de Y. Verbreed het, zodat je nou niet alleen veel meer over jezelf leert, maar dat geeft ook andere inzichten. Is het al gauw goed voor een rechter als er iets van wat scholing, of zijn er een soort hele strakke voorwaarden dat het ook wel echt vlees op de botten moet hebben? Nou, de scholing moet wel verband houden met de herplaatsingsmogelijkheden die er zijn. Op het moment dat er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, dan heeft een scholing ook niet zo heel veel zin. En je moet ook wel kijken, hè, als we het hebben over de dysfunctioneringszaken, waar het nou precies aan schort. Want je hoeft niet een cursus Italiaans te geven aan iemand die structureel te laat komt. Ik bedoel, dat past niet. Dus ik denk dat een rechter daar wat minder kritisch naar kijkt dan naar hoe is het hele traject gegaan. En hè, waar schort het nou aan? Wat is er met die werknemer gebeurd? Wat voor terugkoppeling heeft hij gegeven? Wat voor kansen heeft hij gekregen? En genomen. Ja. En hoe is dat verbeterd traject ingezet? En ook heeft hij een laatste kans gekregen? Is ook duidelijk gezegd, als je nu niet verbetert, dan is de consequentie dat we gaan beëindigen. Dus ik denk dat er meer naar dat traject wordt gekeken. Maar dat je een advies formuleert naar mensen die nu kijken. En die denken, oké, ik ben bijvoorbeeld bedrijfsjurist. Of wat zijn dan de, als jullie met z'n drie punten kunnen noemen van, joh, let nou op dat ene puntje van scholing, in ieder geval op A, B en C. Dan zit het in ieder geval goed als het ooit. Nou, in de wet staat over scholing dat het essentieel voor de functieuitvoering moet zijn. Dus ik denk dat je eerst moet kijken, wat is er minimaal nodig om je functie goed uit te voeren? Nu is het in een technisch bedrijf vrij strak en helder. Maar bij wat andere salesbedrijven kan ik me voorstellen dat het ook meer om competenties gaat, wat moeilijker aan te leren is. Dus wat mij betreft zou het één zijn, kijk SEC wat er nodig is voor de functie en laat iemand dat doen. Ga niet en ben oprecht nieuwsgierig in je medewerkers. Vraag aan de medewerkers zelf wat de scholingsbehoefte is. Wat zou je vinden? En dan kan je natuurlijk altijd ja of nee zeggen. Ik bedoel, een cursus Italiaans voor een technisch specialist, dat is hartstikke leuk. Zeker. En daar is vast een mouw aan te passen. Maar niet beter lampjes van laten branden. Of schakelkasten. Maar ik denk dat het ook echt zit in verplaatsen
in je medewerkers. Ik bedoel, trigger mensen. Maar dat is nog bij zo'n praktisch bedrijf. Ja. Is dat natuurlijk wat makkelijker dan, bij O'Neill, waar het ook gewoon om een verkoop, hoe verkoop je iets? Nou ja, er werken ook een heleboel mensen die t-shirtjes ontwerpen. Of petjes. Hè? De productie wordt ook gedaan. Ja. Maar dat is een competentie misschien die je wat minder makkelijk in de klas, om maar eventjes je vraag door te trekken, kan aanleren. Dat is precies wat jij zegt. Ja, exact. Een meterkast goed leren kennen is gewewoon je huiswerk doen. Exact. En dan begrijp je. Ja. Maar een creatief proces is per definitie natuurlijk minder moeilijk te leren. Dat zit precies een beetje in je. Wat jij zegt vind ik juist zo interessant. Van luister naar je medewerkers. En daar zit een stukje in. Dat bij veel organisaties de beoordelingscyclus, als die er al is. Hè, soms is die er wel, maar wordt er niks mee gedaan. Gezien wordt als een verplicht nummer. Hè, van dan moeten we weer. Ja. En nou moet ik per se met die een formuliertje invullen. Maar zo instrumenteel zou ik het helemaal niet willen zien. Toon inderdaad oprechte interesse in je medewerker. En zorg inderdaad voor, in goed Nederlands, dat fit for the future zijn. Je moet wel, want maar het verandert zo hard. Leuk voor een groot bedrijf. Hè, die hebben budgetten en die kunnen, als er iemand eens een keer op cursus is, maar dan zit je met je 5 man personeel. En dan heb je toch niet de tijd om de hele dag iedereen maar... Maar goed, je mag volgens de wetgever ook wel kijken. Enerzijds naar de scholingsbehoeften, maar aan de andere kant ook nog wel naar de kosten die daaraan verbonden zijn. Je betaalt het, hè? Precies. Dus de kosten moeten wel in verhouding staan tot hetgeen moet verbeteren. En ook tot de financiële capaciteit van een werkgever. Dus de wetgever heeft daar wel oog voor gehad. Dus je hoeft niet ten koste van alles hele hoge kosten te maken. Een kleine werkgever hoeft dat niet, maar een grote werkgever hoeft dat ook niet. Nee. Nou ja, en er zijn trouwens voor kleinere werkgevers kun je best ver komen bij de brancheorganisatie of de werkgeversvereniging. Wordt vaak aangeboden aan cursussen. Ja, een slagerij of een schoenmaker of een kapper. Daar zijn ook subsidiemogelijkheden voor scholing. Dat weet de accountant misschien wel, die de boekhouding verzorgt voor die werkgever. Hebben jullie... We zijn bijna een jaar verder, hè? Dat is bijna weer 1 juli. Zijn er inmiddels voorbeelden uit de praktijk waarbij een rechter dat scholingsaspect heel erg heeft benadrukt? Bij zaken die voor de rechter zijn gekomen. Nou ja, inderdaad, wat jij zei. Je moet bij het aanbieden van scholing wel kijken wat er misgaat. Ik bedoel, als iemand bij Stedin zijn aanwijzing meterkast schakelen, om maar wat te noemen, niet heeft gehaald, dan heeft het weinig zin om hem een coach aan te bieden. Maar dan heeft het zin om hem naar de klas te sturen. Net zoals het kan me voorstellen in een retailorganisatie of ook heel veel asset managers en wat ander kader. Daar heeft het juist wat minder zin om hem naar school te sturen met een boek. Dan is het juist gunstiger en heeft meer succesmogelijkheden om hem juist mee te lopen met iemand anders. Of om een externe coach aan te bieden. Dus je moet, dat zei je al, je moet kijken waarin iemand niet goed functioneert. Ja, maar ik bedoel, het is nog niet een voorbeeld uit de praktijk. Dat was een voorbeeld in de jurisprudentie. Ja. Maar als je kijkt ook naar de rechtspraak, dan zie je dus met name wat ik eerder al zei, dat het hele functioneringstraject wordt bekeken. Wat zit er nou eigenlijk in dat dossier? Hè? Wanneer is er met de werknemer besproken? Wat is er besproken? Wat is er gedaan? En eigenlijk moet ik zeggen dat het scholingsaspect en ook de mogelijkheid voor herplaatsing, dat nog wel onderbelicht blijft in de rechtspraak. Ik denk dat als werknemers daar meer op inzoomen, dat daar nog wel een hele wereld te winnen is. Want ook met betrekking tot de herplaatsing wordt vaak nu in procedures gezegd, er is geen mogelijkheid om de werknemer te herplaatsen. En vaak wordt daar ook verder geen verweer op gevoerd. Mm-hmm. En wordt dat aangenomen. En dan eigenlijk met scholing is dat hetzelfde verhaal. Dus dat onvoldoende nu nog wordt gebruikt of aangegrepen om zich tegen een ontslag te verzetten. Zeggen jullie vanuit de praktijk, dit punt van die scholing, dat is nou echt wel eigenlijk wel een positief punt in die nieuwe WWZ. Daar kunnen we wat mee. Dat is ook in de geest van de wet, zoals jij dat net schetste. En ik zou het ook op een positieve manier willen benadrukken. Ik bedoel, ons wordt opgedrongen, met alle respect. Maar je kan het ook inderdaad op een positieve manier zien. Het is over het algemeen ook hartstikke goed om je mensen
te ontwikkelen. Laten we zo laten we vanuit een oprechte nieuwsgierigheid mensen van de bank af krijgen en huppakee en met elkaar slimme dingen bedenken en uit de comfortzone en een beetje prikkelen. En dat positivisme vanuit de scholing en ja, continu verbeteren, dat zie ik echt wel. Ik vind ook dat de WWZ hierbij heel mooi aansluit bij de maatschappelijke ontwikkeling. Ja. Ja. Hè, van permanente educatie en de technologische ontwikkelingen. Dus hier is de fit, wat mij betreft. Als je gewoon een kleur krijgt van jullie positieve... Ja, precies. Daar komen we ongetwijfeld op. Ja. Goed, ik sluit eigenlijk de discussie rond stelling 1 hiermee af. Dat betekent dat we naar stelling 2 gaan. Er is een waarneembare invloed van de WWZ en de recente wetswijzigingen op de inhuur van de flexibele schil. Het jammere is dat wat mij betreft hier de WWZ zijn doel voorbijgeschoten is. Want waar voorheen werknemers tot 3 jaar in de keten een tijdelijke arbeidsovereenkomst konden hebben met de werkgever, is dat nu gemaximeerd op 2 jaar. En is dat voor heel veel werkgevers een reden om na 2 jaar ermee op te houden. En heeft dat dus een enorme opdrijvende werking op de recruteringskosten, om maar eens wat te noemen. En dat vind ik echt jammer. Vind je dat werkgevers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid gewoon niet nemen? Onder het mom van het kost ons allemaal geld. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. We zijn met z'n allen in dit land bezig. En werkgevers hebben verantwoordelijkheid, net zoals een werknemer dat heeft. Wat vind je? Nou, daar ben ik het natuurlijk niet mee oneens. Alleen, sorry, ja, dat is een beetje... Even voor de duidelijkheid. Ja, positief taalgebruik, ja, heel goed. Daar ben ik het mee eens, dank je. En, maar zoals we net bij de eerste stelling bespraken, de maatschappelijke ontwikkelingen gaan zo snel dat werkgevers heel veel behoefte hebben aan flexwerkers. En die willen ze toch wel graag hebben. En wat als ik nu die medewerkers allemaal een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbied? Dan heb ik dus ook voor onbepaalde tijd die scholingsverplichting, die verbetertrajecten, die fit for the future, noem het maar op. Je gaat en niet te vergeten elkaar, de transitievergoeding. Ja. Dus wat je ook vaak ziet is dat je nu de 8, 7 maanden. Arbeidsovereenkomst. Ja. Eigenlijk ben je gedwongen om met elkaar te trouwen voordat de periode van elkaar een beetje leren kennen. Ja, en de bedoeling van de wetgever is natuurlijk geweest, als je je huiswerk goed doet op het gebied van dysfunctioneren en dossieropbouw. Je hebt het goed vastgelegd, je weet wat de mogelijkheden zijn. De werknemer weet donders goed en concreet wat hij niet goed doet en wat hij wel goed doet. Als je dat hebt gedaan, je komt voor de rechter, dan wordt het ontslag goedkoper. De transitievergoeding is... goedkoper, tot een derde, tot een half, ten opzichte van de neutrale kantonrechtersformule voor 1 juli. Maar inderdaad, wat jij zegt, mensen of werkgevers willen die verplichting helemaal niet aangaan. En ik kan me heel goed voorstellen dat er branches zijn waarbij werkgevers dat willen ontwijken, door inderdaad korte contracten aan te bieden. Stedin begeeft zich in een markt waarbij het schaars is. Technische werknemers, veel zij-instromers. Dus we zijn hartstikke blij met nieuwe mensen. Nou ja, je moet wel nogal wat van elektriciteit en gas weten, afhankelijk van je functie. Maar inderdaad, wij zijn hartstikke blij, ook met zij-instromers, maatschappelijke functie daarin ook. Dus bij ons is het vaak of eerst een jaarcontract om wel even aan elkaar te knuffelen en te snuffelen. Maar daarna snel een onbepaalde tijd contract.
Dus bij ons speelt het wat minder, zeg maar de nadelen van de ketenregeling. Ja. Ik moet zeggen dat ik dat ook herken uit onze praktijk. Veel van onze werkgevers die wij bijstaan, die hadden voor de WWZ de praktijk om eerst één contract voor bepaalde tijd aan te bieden en daarna een contract voor onbepaalde tijd. En dat is door de WWZ verder niet veranderd. Nee. Dus ik kan me voorstellen dat in sommige bedrijfstakken wijziging van de ketenregeling echt een vergaande invloed heeft. Ik weet bijvoorbeeld dat in de onderwijssector dat ook echt heel veel tot problemen leidt en dat er bepaalde sectoren zijn die er echt heel veel last van hebben. Het is ook niet voor niks dat nu dat met betrekking tot... Hoe dat in het onderwijs dan zou werken? Ja, je hebt een hele grote invalpool uitzendkrachten. En elke keer als zij invallen, dan komt er weer een contract tot stand. Ja, dus dat is echt heel problematisch. En bij de seizoensarbeid speelde dat ook. En dat wordt nu wel gerepareerd. Ja. Dat heeft Asscher aangekondigd. Ik wou zeggen, er is dus aangekondigd dat daarmee aan de slag gaat. Ja, dus dat wordt wel onderkend. Dus in die zin is Asscher ook wel te prijzen dat hij wel gehoor geeft aan echte knelpunten die er bestaan in de praktijk. Maar goed. Alhoewel die ook heeft gezegd van sociale partners, los het eerst zelf op. Ja. Ik ga niet meteen morrelen aan de wet. En dat, nou ja, dat zie je hem ook wel. Maar ondertussen beperkt hij de mogelijkheid van de cao-partners om juist op dat punt uitbreiding in de cao's te regelen. Dus en veel cao's lopen nog. Hè? Of die zijn nog, er zijn nog geen nieuwe cao's afgesloten. Ja. En bovendien, dat roept misschien weer een heel andere discussie op. Wie zijn dan nu nog lid van de vakbond? En hoe representatief is de vakbond voor werkend Nederland op dit moment? Ja, we hebben ook te maken met vergrijzing. Daar kan je een heel webinar mee vullen. Ja. Hebben jullie bij al heel veel met deze specifieke Nou, eigenlijk wat ik net zei geldt misschien breder voor de retail. Ik denk bijvoorbeeld aan Albert Heijn met veel ploegen of andere grootwinkelbedrijven. Bij deze organisatie is er niet verschrikkelijk veel verschil voor of na de WWZ. Kijk, als iemand een goede verkoper is of een goede designer, dan wil je hem juist niet kwijt. Ja. En dan wil je dat hij blijft. Dus. Nou, precies. Het is ook meer de vraag, wat voor een type werkgever wil je zijn? Dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Nou ja, het brengt mij tot mijn eerste vraag. Het is natuurlijk een beetje, je kan makkelijk erover huilen, tussen aanhalingstekens, maar je kan ook gewoon een hard verwijt maken naar werkgevers die niet hun verantwoordelijkheid nemen door op deze manier dan deze wet een beetje te boycotten haast. Ja, dat is de keuze. Want als je een grote winkelbedrijf bent, en je werkt met 18-jarigen of 19-jarigen. Ja, ik snap wat je bedoelt. En ik vind ook zeker dat iedere werkgever zich daarvan bewust moet zijn. Maar dat is dan altijd een balans met het ondernemerschap. En als je de situatie krijgt dat ze of dat kleine of middelgrote werkgevers alleen maar vaste contracten aanbieden, vervolgens geen geld meer hebben voor de transitievergoeding of scholingsbehoeften en daar dan weer geen geld voor. Ja, kijken waar je behoefte ligt. Het is een polderwet, hè? Ja. Je hebt ook weer dingen gekregen. Ja. Je hebt een lagere vergoeding, waar je het net al over had. Ja, you win some, you lose some, hè? Ja, je moet je wel in meer gevallen betalen. Dus, reageer eens op het polder. Het is een polderwet. Ja. Het is nou helemaal niet. Dat is een beetje de belangen van iedereen. Ja. Laat ik de vraag concreter stellen. Is deze nieuwe WWZ een typisch voorbeeld van hoe het alleen maar in Nederland geregeld kan worden vanwege onze polderinstelling? Nou, dat denk ik wel, ja. Dat denk ik ook. Ja. Ik denk ook dat er... Het hoeft niet per se slecht te zijn dan, maar dat is... Nee, en de technische uitvoering, maar daar hadden we het al over, is niet altijd positief of optimaal, hoe je dat noemt. Zit er echt nog, en er is ook, vind ik, te snel de wet door de kamers gejaagd. Te weinig kennis opgedaan door specialisatieverenigingen. Position papers hadden we nog in de auto over. Huppakee er doorheen. En je merkt nu met allerlei reparatiewetgeving en ook maatschappelijke kritiek. Ik kan me heel goed voorstellen dat kleine winkelbedrijven en kleine installatiebedrijven en het MKB met hun handen in het haar zitten. Ja.
Ja, volgens mij klaagt het MKB Nederland daar ook over. Ja, dat er onvoldoende is geluisterd naar de belangen. Terwijl het MKB toch nog steeds de banenmotor is in Nederland. En dat vind ik wel kwalijk. Maar kun je soms als arbeidsrechtjurist bij een cliënt de angst ook wegnemen? Dat er zo'n angst is voor deze hele de flexibele baan, noem maar op. Ze helemaal niks meer willen. Dat je soms kan zeggen, oké, dat je ook nog eens kan helpen om juist wel toch nog wat ruimte te creëren. Of zeg je nee, wij proberen ook die deur iedere keer toch wel dicht te houden. Nee, kijk, wat ik zei, wij hebben in onze praktijk merken we eigenlijk dat de ketenregeling niet zozeer tot problemen leidt. Ja. Waar we wel de laatste tijd veel te maken hebben is met de prachtige wet van de deregulering van de arbeidsrelaties. Waarbij de ZZP-constructies wat lastiger worden doordat de VAR-verklaring wordt afgeschaft. En daar merken we zowel vanuit opdrachtgevers dat ze wat aarzelend worden om ZZP'ers in te schakelen. Omdat de wettelijke vrijwaring die ze hadden met zo'n VAR-verklaring is komen te vervallen. Maar ook opdrachtnemers die met de handen in het haar zitten, die zeggen, opdrachtgevers vinden het wel spannend worden. Wat moet ik doen? Ik lees ook over de modelovereenkomsten van de Belastingdienst, dat die eigenlijk juridisch ook niet goed in elkaar zitten. Die worden in het vierde kwartaal van 2016, als het goed is, weer aangepast, is toegezegd. Daarin merken we wel van, daar kunnen wij echt wel een meerwaarde bieden door goede contracten op te stellen en door ook adviezen te geven. Want het is en blijft best wel een ingewikkelde wet met alle fiscaliteiten die daar rondomheen hangen. Kijk, die zet van WWZ, zekerheid. Als je naar dit specifieke punt kijkt, is er meer zekerheid gekomen in werkend Nederland? Nee. Op dat punt niet. Op dit punt, op het punt van de flexibele contracten. Nee, op dat punt niet. Ik denk dat zowel werknemers als werkgevers die zekerheid niet ervaren. Nee. Ik denk dat werknemers, en dat hebben ze ook in verschillende onderzoeken vastgesteld, dat ze het gevoel hebben dat ze eerder op zoek moeten gaan naar een andere baan dan dat ze een vaste dienstbetrekking krijgen. En het hele idee achter de WWZ was dus dat ze eerder een vaste dienstbetrekking zouden krijgen. En ook ZZP'ers ervaren nu dat het lastiger is om opdrachten te krijgen of dat heel moeizamer gaat en dat er ook meer administratieve romslomp omheen hangt. Dus die zekerheid, daarin vinden zij ook daar niet in terug. Zijn jullie optimistisch dat de minister deze, zoals jullie misschien weeffout zouden willen noemen, zal gaan herstellen? Jij zei net van, ik geloof niet dat hij onmiddellijk met zand in de lucht gaat staan. Nee, niet. Nee. Hij heeft al concreet aangekondigd dat dingen al op een aantal deelterreinen anders worden. Ja, maar dat is dan ook weer een typisch polder oplossing. Het zal toelichten. Nu nog steeds staat er in de wet dat zieke werknemers na 2 jaar arbeidsongeschiktheid en misschien een derde jaar vanwege de loonsanctie, maar 2 jaar arbeidsongeschiktheid ook een transitievergoeding verschuldigd zijn. En die transitievergoeding, de hoogte daarvan en de manier van berekening staat ook allemaal in de wet. Dus het is allemaal hartstikke helder. Dat wordt heel erg oneerlijk en onbillijk ervaren door werkgevers. Ook wel eens door steden. Niks zonder aanziens des persoons. Maar je hebt al 2 jaar je stinkende best gedaan, want dat verwacht het UWV ook, om iemand te laten reïntegreren. Het UWV toetst heel administratief op alle reïntegratieverplichtingen. Vaak lukt het je niet alleen, dus je moet allerlei arbeidsdeskundigen en dan moet je ook nog die transitievergoeding betalen, die bij oudere werknemers gewoon hartstikke hoog kan zijn. Daar is op zich naar geluisterd. Asscher heeft die handschoen wel opgepakt, maar wat er dan voor een poldercompensatie tegenover staat, is dat hij zegt, oké, het recht op transitievergoeding na 2 jaar of 3 jaar ziekte blijft bestaan, maar werkgevers kunnen het gedeeltelijk gecompenseerd krijgen vanuit de WW-fondsen. Maar dan gaat de premie wel omhoog. Dus linksom of rechtsom. Ja. Dat brengt weer een hele administratieve fabriek met zich mee. En dan ga je weer geld rondpompen. Ja. Waarom? Oké, maar hier staat de minister voor ons. En je mag hem op dit punt een vrij dwingend advies geven. Wat zou dan het positieve advies zijn? Dus een advies waar je wel die zekerheid in de gaten houdt, waar het allemaal mee begonnen is. Maar aan de andere kant dus wat wel werkt, ook bij jullie cliënten of in jouw geval je werkgever. Ja. Adviseer de minister op dit specifieke punt.
Nou, ik zou de cao-partijen meer mogelijkheid willen geven om op brancheniveau, want die hebben kennis van de branche, weten wat er speelt, wat er wel niet belangrijk is, waar mensen behoefte aan hebben. Differentiëren. Ja, differentiëren. Die zou ook meer de vrijheid willen geven om maatwerk te kunnen leveren. Dus afwijkingen van die strenge ketenregeling. En ik zou eerlijk gezegd een voorstander van zijn om de 6 maanden termijn die tussen de bepaalde tijdcontracten moet zitten voordat de keten opnieuw begint te lopen, die zou ik willen verkorten. Naar 4 bijvoorbeeld, of weer terug naar 3. Ja, zodat dat nu ook bij seizoensarbeid gaat. Ja, exact. Ja, kijk, die hele afwijkingsmogelijkheid in de cao van de ketenregeling, die gaat nu om de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering. Maar dat is natuurlijk een heel vaag begrip waar je eigenlijk nooit aan kan voldoen. En in de wet is nu opgenomen dat je dus bij ministeriële regeling kan afwijken. Maar ja, dat gebeurt nu gewoon niet. En ik denk ook niet dat we terug moeten naar het model wat we voor de WWZ hadden. Namelijk dat in cao's wordt afgeweken en dat dat tot in de oneindigheid zou kunnen. Ja, dan kan je dan de WWZ beter precies, opdoeken. Dus ik denk dat je ergens wel grenzen kunt stellen. Maar dat je wel partijen de flexibiliteit geeft die nodig is om hun bedrijfsvoering beter in te kunnen richten. En we hebben het onderwijs net al voorbij zien komen, maar dat is een bedrijfshoek bij uitstek waar ze zitten te schreeuwen om wat ruimte. Hebben jullie wel begrip voor het idee bij de minister? Die denkt waarschijnlijk, ja, als ik weer begin met allerlei uitzonderingen en deze sector wel en dit en dan inderdaad, ja, dan waarom zijn we het hele... Waarom zijn we er dan sowieso weer aan begonnen? Ja, maar goed. Waarom laat mensen het niet gewoon zelf regelen op een lager niveau? Waarom moet dat dwingend opgelegd worden? Je kan de medezeggenschap ook een grotere rol spelen. Hè? Over representativiteit gesproken. Die weten op bedrijfsvoeringsniveau. En ik snap natuurlijk wel, de WWZ is strak geregeld. En dat heeft ergens een rechtszekerheidsidee gehad. En dat is ook wel op bepaalde punten gelukt. Maar het maatwerk is eruit, is mijn gevoel. Helder en zeker. Ja. Alleen geen maatwerk meer. Nee. Ik snap minister Asscher wel dat hij zegt van, nou ja, als ik ergens begin te schuiven, dan gaat heel de wet onderuit. Dus hij is heel goed in politiek bedrijven. Hij heeft de wet in sneltreinvaart door de Kamer geloosd. En dat is echt prijzenswaardig. Ja. Want dat er is jaren over gesproken. Het is niemand gelukt en hij heeft het gewoon wel gedaan. Maar dat betekent niet dat de wet wordt omarmd. En ik heb het idee dat het nu een beetje meer trial and error wordt. Dan dat er echt goed over is nagedacht. En dat is wel jammer. Gezegd, je moet toch minstens 3 jaar verder zijn, wil je eens een beetje echt grondig gaan aanpassen. Ja. Dus wat dat betreft is 1 jaar misschien nog een te korte periode. Om een definitief oordeel te vellen. Ik denk wel dat Asscher zijn oren en zijn ogen open moet houden. En dan nog zit hij met de politieke realiteit. Hè, dat snap ik ook. Maar voor branches, voor inderdaad het MKB, voor technische bedrijven zoals wij, om inderdaad wel dat maatwerk meer te kunnen doen. Maar goed. Okay, als ik jullie dus zo beluister, tot slot van het bespreken van deze stelling, bij de vorige stelling, namelijk scholing, duim omhoog voor de WWZ. Maar als het gaat hier, flexibele schil, het inrichten daarvan, onvoldoende. Doorgeschoten, ja. Goed. Dan gaan we naar de derde en alweer laatste stelling. En die is voor jou, Maurits. Ja. De WWZ heeft een financieel opwaarts effect gehad op het ontslagrecht. Die moet je 2 keer lezen, maar jij mag hem uitleggen. Ja, nou, als je wil dat ik hem vertaal, is het ontslag duurder geworden of niet? Ja. Zeg eens eerst ja of nee. En dan ga je daarna nuanceren. Nee, dat is het niet. Oké, ja. Dat is het niet. Inderdaad, juristen zijn gewend om het dan heel erg genuanceerd te brengen. Dus dank je wel voor deze... Wordt het steeds genuanceerd. Voor dit keurslijf. Dank je wel. Voor de WWZ de nadruk lag op de vergoeding, ligt nu de nadruk en het knellende nadruk bij de rechters op de beëindiging. Hè? Je moet inderdaad wat jij zei, je moet een voldragen grond hebben, een voldragen dossier. En als je dat niet hebt, dan heeft het eigenlijk geen zin om naar de rechter te gaan. Hoe elke werkgever die, of laat ik het anders zeggen,
Er bestaan vast perfecte werkgevers die hun huiswerk helemaal strikt erom elk dossier helemaal goed zijn. Ik kan me zomaar voorstellen dat in 99% van de werkgevers dat in heel veel gevallen niet zo is. Er zijn dus juridische imperfecties. Er zijn dossiers waarbij dat niet zo is. En dan, het is nooit te laat voor dossieropbouw. Mijn ervaring is dat er dan oprecht inderdaad gekeken wordt wat er aan schort. De verhouding met de werknemer is dan in heel veel gevallen al wat verstoord als je op dat punt komt. Je gaat dan natuurlijk wel afwegen hoeveel kost het me. Veel dysfunctioneringstrajecten en werknemers niet marginaliseren alleen maar met kosten. Maar je kan dan toch een business case maken. Hoeveel inspanning kost het mij nog om dat en dat te compenseren of het dossier te completeren? Er wordt dan in dat traject ook eerder, of even vaak, maar mijn ervaring is wel iets eerder, geschikt. Omdat werkgevers het dan niet aandurven vanwege die gaten in het dossier om naar de rechter te gaan. Want je krijgt dan het lid op de neus en de ontbindingsverzoek wordt dan geweigerd of niet ingewilligd. En dan is er dus juridisch niks gebeurd. Dan keer je terug naar huis en de werknemer moet de volgende dag weer op de stoep staan. Nou, je onderhandelingspositie is dan natuurlijk, laat ik het zo zeggen, dan sta je op 10-0 achter. Dus ik denk dat als je als werkgever oprecht nieuwsgierig bent, hadden we het net over, het ook op een positieve manier ziet. Namelijk scholingsbehoeften kijkt, fit for the future, mensen bewegelijk houden. Als je je huiswerk goed hebt gedaan, dan denk ik dat het ontslag goedkoper is geworden. Ik onderhandel vaak met advocaten of met rechtsbijstand adviseurs, vakbonden over dossiers. En sommigen nemen dan als uitgangspunt nog de kantonrechtersformule. Want factor 1,5 of zo. En die zijn we echt. Ik heb altijd wel respect. Maar inderdaad, ja, zeker. Dat slaat echt. Dat slaat echt nergens over. En. Wat is dan de ruimte? Nou ja, dat is dan een eigen afweging en per dossier anders. Daar kan niet een soort. Hoe ervaar jij dat? Duurder of niet, of goedkoper zijn van? Ja, eigenlijk zou je misschien wel overal kunnen zeggen dat de kosten zich hebben verplaatst en verspreid. Want waar eerst een enorme zak met geld, hè, om maar even, want zo praat iedereen altijd over. Ja. Hier is bij de uitgang, hè, ja. Alsjeblieft. En tot nooit meer ziens, bij wijze van spreken. Zijn nu die kosten, die verplaatsen zich naar binnen, dus voor die achterdeur. En verspreiden zich doordat managers meer tijd, aandacht, energie, hè, werkgevers, moeten besteden aan die medewerkers. En aan de opleidingskosten. Verbeterd trajecten. Ja. Want voorheen werd er vaak een verbeterd traject ook afgekocht. Dan had je de werkgever er geen zin in en zegt, nou, ik ga nu naar de kantonrechter. En dan die duur van 6-8 maanden, een jaar, dat ik eigenlijk dan nog had moeten aanmodderen met de werknemer, koop ik gewoon af. Op deze manier is die zak met geld die wat meer naar de voorkant zit en verspreid is, die is wel echt geïnvesteerd in een werknemer. Want in de oude situatie kocht hij er misschien een mooie auto van en had geen dagscholing gehad of geen dag is op een andere afdeling gekeken. Ja, ik was daar eigenlijk al nooit zo'n voorstander van. Hè, ik heb altijd getracht om mensen in ieder geval een outplacement traject mee te geven aan het eind. Omdat ik dat een respectvolle manier vind om afscheid te nemen. En de medewerker echt iets meegeven waar die hopelijk de rest van zijn loopbaan plezier van heeft. Dus, maar goed, dan in heel veel gevallen gebeurde dat ook gewoon niet. En dan kocht hij misschien een nieuwe auto of hij ging met vakantie of zij. En dan was het toch wrok, in veel gevallen. Ja. Is, sorry.
Nou ja, ik ben het helemaal met je eens. Het is, wij zijn ook nog eigen risicodrager voor de WW. Dat betekent dat we geen premie betalen, maar wel de uitkering zelf. Vanuit de historie zijn we dat en zijn we dat gebleven. Dus wij hebben daar... Jullie betalen gewoon als bedrijf de uitkering. Exact. Het UWV gaat erover natuurlijk, want wij bepalen niet of iemand recht heeft op een WW. Zegt, maar dit ga je betalen. Gewoon de rekening. Ja. Ja. Dus wij hebben, zeg maar, niet alleen vanuit een oprechte nieuwsgierigheid en inderdaad ook een maatschappelijk belang van joh, ontwikkel je nou en kijk verder. Ook een financieel belang om iemand zoveel mogelijk. Inderdaad, in goed Nederlands employable te houden. Maar inzetbaar, duurzaam inzetbaar. Exact. Ja. Jullie hebben al een paar keer de dossiervorming genoemd. Ja. Dat is echt wel een ding, hè? Ja. Je kan bij een rechter niet meer komen zonder dossiers. Die heeft bij wijze van spreken een lijstje klaar liggen. Ja. Maar die gewoon in afvinkt. Heb je dit geregeld, heb je dit geregeld, heb je dit geregeld. Ja. Is dat een belemmering in het hele gebeuren? Of zeggen jullie van, nou, dat is ook toch wel weer heel goed van die nieuwe... Dit, want merken, helder. Ja, we merken eigenlijk wel dat, of dat nou een klein bedrijf is of een groot bedrijf is, dat nog wel een knelpunt blijft. Want eigenlijk, in een groot bedrijf zijpelt het dan door naar de manager op de werkvloer. Die blijft het gewoon heel erg moeilijk vinden om tegen een werknemer te zeggen, Jan, je doet het eigenlijk niet goed. Ik vind dat je dit anders moet doen. En dat hij dat dan ook schriftelijk gaat bevestigen, om dat dan in een dossier toe te kunnen voegen. Want de manager wil de mensen te vriend houden, gemotiveerd houden. Hij wil het gezellig houden op de werkvloer. Maar net als ik je mag onderbreken, is het niet... Of is jouw ervaring niet dat werknemers het ook heel prettig kunnen ervaren als ze eindelijk eens duidelijk hebben, ook op papier, wat er nou eindelijk van ze verwacht wordt? Ik bedoel, managers die hebben in heel Nederland, ook bij ons, inderdaad vaak het goede gesprek niet durven voeren, om redenen zoals je zegt. Ja. Maar mijn ervaring is ook als werknemers, eindelijk eens een keer horen waar ze aan toe zijn. Waar ze aan toe zijn, helder. Dus net bij kinderen. Ja. Als je maar duidelijk bent, dan dan gaat het over het algemeen goed. Ja. Dus nee, dus daar ben ik het wel mee eens. Ja. Maar we zien in de praktijk nog steeds wel dat er een hiccup is bij veel managers om dat daadwerkelijk te doen. En daarin moeten mensen dus ook eigenlijk opgeleid worden. Ja. Om dus ook het voordeel te kunnen zien, wat jij net benoemt. Ja. Dat als je dan zegt waar het op staat, dat het ook gewoon een heel verrassend effect kan hebben. Dat mensen zich gaan verbeteren. Of dat ze zich niet eens bewust waren van het feit dat ze iets deden wat irritatie op. Of wat niet in het functieprofiel passen. Ja. Muriel, is bij in jouw ervaring het op orde inmiddels bij bedrijven waar je binnenkomt? Nee. Van die dossiervorming na een jaar hebben ze wel begrepen, dat is belangrijk. Er is een nieuwe kast neergezet met nieuwe ordners erin. Daar staat heel groot op dossier. Nou, dat is wel vaak zo, hè, want die kast moet aan normen voldoen. Maar goed, die kast, dat is natuurlijk dan maar een soort window dressing. Maar hè? Nog niet zo gevuld zoals het zou moeten zijn. Nee. Is dat bij jullie al wel? Nou, hebben jullie hele nieuwe systemen nu? Nou, wel steeds meer. We hebben sinds niet al te lange tijd ook echt een ander performance management. Gewoon een beoordelingssystematiek. Waar vroeger echt sprake was van 2 of 3 momenten in het jaar waarop je ging zitten en waarop je heel serieus met elkaar ging kijken. Oké, dit is de bel en op dat moment beoordeel ik je. We hebben nu echt een continu beoordelingssystematiek. Het goede gesprek, zoals het heet. Waarbij leidinggevende en werknemers ook gewoon kopjes koffie drinken. Ja, dat klinkt als heel voor de hand liggend, maar over oprecht nieuwsgierig zijn. Dus als er iets niet goed gaat, dan is dat nooit als verrassing komt dat bij ons. En daar moet iedereen aan wennen. Hè? Ik ben het helemaal met je eens. Moeten maar, we mensen opleiden? Is het oprechte nieuwsgierigheid van een manager of is het gewoon berekende dossiervorming? Dat kopje koffie. Nou ja, dat hangt er vanaf aan de situatie. Kijk, het kan oprechte nieuwsgierigheid zijn. Want ik vind ook dat als goed manager dien je sowieso in gesprek te zijn met je werknemer om bijvoorbeeld bepaalde situaties al voor te zijn. Ja. En soms kan het ook berekend zijn. Dus op het moment dat er al iets mis is, dat je dan het gesprek aangaat en dingen benoemt en dat dan ook vastlegt. Is het gevaar aanwezig dat de sfeer in bedrijven tussen een manager en een werknemer, manager is vaak ook wel een werknemer, maar even die verhouding aan te geven, dat die anders wordt
omdat je als werknemer continu je beoordeeld kan voelen. Want zelfs begrijp ik dat een appje van, goh, kom nou eens een keer op tijd. Ja. Of jeetje, weer te laat. Dat is ook wel in je toets. Ja. Bij alles heeft een soort... Dus in plaats van die bos bloemen aan het begin van je carrière bij dat prachtige bedrijf van jou... Ja. Denk je, dat ervaar ik wel, dat managers dat inderdaad lastig vinden. Dat als ze na elk kopje koffie een heel gespreksverslag laten maken. Maar dan hangt het denk ik ook af hoe je communiceert en hoe je het uitlegt aan je medewerkers. Als je het... ik bedoel, er hoeven niet uitgebreide gespreksverslagen te worden gemaakt. Dat kan ook in 2 of 3 zinnen. Ja. En je kan het ook uitleggen in de zin dat je graag ter voorkoming van onduidelijkheid of om even de afspraken na te gaan. Als ik je mag onderbreken, wat ik mij zou kunnen voorstellen, maar nou ben ik een misschien wat opstandige persoonlijkheid, dat als ik bij het eerste echte gesprek ook ingebracht zie van ja, en ik heb jou toen ook een appje gestuurd, hè? En weet je nog, want het is allemaal beschreven, ik heb toen ook bij de koffieautomaat gekregen, dat ik denk van jeetje, wordt hier een soort Big Brother-achtige alles benoemen. Aan de andere kant, je kan ook zeggen... Negatieve sfeer. Ja, dat ik snap wat je zegt. Je kan het ook anders zeggen. Goh, we zijn bezig met functioneren. En ik benoem wat ik wel en niet goed vind. Daar gaan we aan werken met elkaar. Wat heb je nodig om je werk beter te doen? En dan vind ik het helemaal niet raar om met elkaar afspraken ook na te komen. Of zo goed mogelijk na te komen. En dan ook na te gaan waarom die niet zijn nagekomen. Je bemiddelt ook een mediation. Mm-hmm. Moet je inmiddels een halve psycholoog zijn? Ook met die nieuwe WWZ er nog bij. Om alles op de juiste plekken weer onder te brengen. En iedereen moet zijn eigen rol tot achter de komma goed hebben gespeeld. Want anders heb je in de toekomst problemen. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat er niet zoveel veranderd is. En dat het nog steeds belangrijk is dat als je de verantwoordelijkheid krijgt om andere mensen aan te sturen, dat je daar heel zorgvuldig mee omgaat. En dat je zorgt dat je vaardigheden op peil zijn en dat je het waardig bent om die mensen aan te sturen. Leidinggeven is een vak. Ja. En dan stappen we even af van de beste monteur wordt hoofdmonteurs. Ja. Dat hebben we ook gezien. Manager, die zeg maar, gaat dan leiding geven. Dat is wat ik bedoel, hè? Dus baasmonteurs. Die eigenlijk gewoon heel erg goed. Exact. Heel goed exact. Ja. Ketels openschroefd. Ja, dus wat heb je dan? Je hebt een goede monteur ben je kwijt en een slechte baas ben je rijker. Dus ik denk dat werkgevers zich nog meer bewust moeten zijn van wat ze doen. En die verantwoordelijkheid bij de leidinggevende benadrukken. En zorgen dat die skills... sorry, ik gooi er allemaal Engelse woorden doorheen. Ik spreek zoveel Engels de hele dag. Dat de vaardigheden en vooral de sociale vaardigheden van die leidinggevende op orde zijn. En sterker nog, zo'n ander leuke stokpaardje, de millennials, hè, de jonge mensen, die vragen dat gewoon. Die willen dat. Die willen die feedback. Die zijn er veel meer klaar voor. Ja. Die accepteren dat ook meer. Ben jij streng naar cliënten als je merkt dat dossiers niet op orde zijn? Dat je echt, en je wordt bijvoorbeeld bij een zaak geroepen. Dat je, van, jongens, please, we zijn al een jaar verder. Het kan toch niet waar zijn? Nou, nog niet begrepen dat. Nee. Is dat de realiteit? Of zijn... Nee, want ik begrijp ook wel als we tegen bepaalde dingen aanlopen in hun eigen organisatie. En wat we wel proberen is om cliënten te helpen om het te verbeteren. Dus dat we ook in-house... dat we ook in-house trainingen gaan geven. We leggen uit wat nu het huidige juridisch kader is. Wat er nodig is, maar wat er ook bijvoorbeeld in een dossier zit. Want we merken ook gewoon heel vaak dat werkgevers ook niet eens zo heel goed weten wat er nou precies in een dossier hoeft te zitten. En dat mensen zeggen, wat Maurits net zei, van ja, dan moet ik weer een 3A4 talent verslag maken. En dan kunnen wij zeggen, ja, dat hoeft niet. Want een e-mail van 3 regels is genoeg. Een WhatsAppje is genoeg. Je hoeft niet elke keer een heel verslag te maken. Het moet gewoon meer aannemelijk zijn dat je een werknemer meerdere keren hebt begeleid, hebt aangesproken op. En door dat ook meer helder te maken, krijg je vanuit werkgevers ook meer dat het kwartje valt en zegt van, oh, maar een appje sturen, oh, maar dat kan ik wel, want dat is binnen onze bedrijf eigenlijk heel gebruikelijk. Dat doen we al. Of een e-mail van 3 regels, nou, dat kan ik wel. Want het is niet alleen
het doen, maar het is ook de tijd die ervoor nodig is om het te doen. En daar ontbreekt het ook soms aan. Maar als ze weten dat het eigenlijk niet zo heel veel tijd hoeft te kosten, dan zie je ook dat ze dat dan wel gaan doen. Dus door ze te vertellen wat ze kunnen doen en hoe ze het kunnen doen en wat al voldoende zou zijn, zie je dat landt en dat ze ermee aan de slag gaan. Ja, dat is mijn ervaring ook. En soms komt het ook gewoon neer op helpen. Ja. Hè? En zijn HR-professionals ook gewoon eens even ernaast gaan zitten. Ja. Nou, weet je, als het maar concreet is van niet vrijblijvend of zo. Hè, maar als er maar concreet in staat wat nu de bedoeling is of wat het pijnpunt is. Ook geen handtekening te zetten. Nee, dat is ook niet verplicht. Nee. Idealiter heb je wel, dat een werknemer zich eraan committeert. En hoeft inderdaad geen handtekening te zetten. Maar ik adviseer managers vaak van vraag feedback. Is dit hetgene in jouw beleving wat er besproken is? En het hoeft allemaal niet formeel en het hoeft echt niet met duizenden regels. Gewoon duidelijk naar elkaar. Dit verwacht ik van jou en ik hou rekening met wat jij daarvan vindt. En dan is mijn ervaring dat heel veel werknemers dat als positief ervaren. Namelijk eindelijk duidelijk helder waar ik aan moet voldoen. Ja. En dat het oprecht ook tot verbetering kan leiden. Is het nog leuk om kantonrechter te zijn na invoering van de WWZ? Omdat hij nu zo... Ja, zijn rol is wat beperkter geworden. Ja. Hij moet gewoon... Het is een beetje checken. Is het dossier op orde? Is dit gedaan? Is dat gedaan? Vink. En hij kan niet eens weer die transitievergoeding. Dat is ook gewoon... Maar de kantonrechters die ik allemaal heb gesproken, die vinden het nog heel erg leuk om kantonrechter te zijn. Zij zijn niet van mening dat ze een lijstjesafvinker zijn geworden sinds de invoering van de WWZ. Ja, om te interpreteren, toch? Ja, maar aan de andere kant, ze zijn nog steeds actief tijdens een zitting. Dus ze kunnen nog steeds wel beide partijen bevragen en mee van suggesties voorzien. En op het moment dat ze zien dat een ontslaggrond niet is aangevoerd, kunnen ze wel tijdens de zitting zeggen van, goh, zou dit niet meer een E-grond, G-grond, H-grond kunnen zijn? Dus die rol van wijze rechter vervullen. Want de rechter is nog steeds, maar nog steeds wel erop gericht om iets ook voor beide partijen goed op te lossen. Oké, we zijn bijna aan het einde gekomen van dit uur. Ik heb nog één laatste vraag. Als jullie nou de nieuwe WWZ een cijfer zouden moeten geven. Van een schaal van 0 tot 10. Welk cijfer zou jij dan, Muriel, deze nieuwe wet een jaar na invoering geven? Jeetje, wat een rotvraag. Laten we beginnen met voldoende of onvoldoende. Dan kunnen we daarna nog... Nou, ik denk toch dat ik neig naar voldoende. Een 6 voldoende of een 6 voldoende? Ja, ik denk het wel. Een 6. Dus er zit wel, dus het positieve slaat ietsje meer. Ja, want er zitten toch wel goede dingen in. En, maar op andere punten vind ik ook dat hij volledig het doel voorbij schiet en de plank mislaat. Maar dat had jouw stelling natuurlijk ook betrekking op. Ja. Maurits. 6,5 zou ik het geven. Waarom die halve punt nou, meer? Omdat ik, nou, nou, ja, waar zit het verschil nou, dan? Hè? Ja. Nou, omdat ik ervaar, en niet alleen bij Stedin, maar wat ik ervaar is dat die scholingsverplichting en ook met die herplaatsingsmogelijkheden, dat werkgevers echt meer gedwongen worden om verder te kijken dan alleen je eigen kleine winkeltje, je eigen kleine afdeling. Wat wil je? Hoe kan ik je ontwikkelen? En dat kan een beredeneerde business case zijn, maar je kan het ook omdraaien, namelijk positief. En dat merk ik dat bij ons zo zijn uitwerking heeft gehad. Dus met name die twee punten en dan met name het scholing, inderdaad het verplaatsen van die enorme zak geld naar andere plekken, vind ik positief. Of positiever dan een 6, laat ik het zo zeggen. Annette, ga jij richting de 7 of richting... Nou,
het, bij mij blijf ik denk ik ook steken op een krappe voldoende. Eerder 6, 6,5 zou ik nog net aandurven. Ik denk uiteindelijk dat er wel goede punten zitten in de WWZ, maar dat er dus ook een heel aantal punten zitten waar, ja, waar toch partijen in de praktijk tegenaan lopen en waar werkgevers last van hebben, maar ook voor werknemers dat het niet goed uitpakt. Maar is de wet nu zeker, meer zekerheid geboden voor werknemers of voor werkgevers in de praktijk? Voor wie is het zekerder geworden? Nou, ik denk dat je dat voor allebei niet echt kan zeggen. Okay. Kijk, want werknemers die zijn er ook niet altijd bij gebaat. En dan hoor je ook wel eens zeggen van ja, op het moment dat ik nu ontslagen word, geef mij maar die zak met geld. Jullie geven alle drie een voldoende. Ik denk dat minister Aschers denkt bij zichzelf, daar doe ik het voor een jaar na invoering. En we werken toe naar een forsere. Dus dat vermoed ik. Goed, het uur zit erop. Dank jullie wel, alle drie. We hebben gepraat over de WWZ, de invoering van de nieuwe WWZ. Met drie mensen uit de praktijk, Annette, Maurits en Muriel. Hartelijk dank, veel succes in jullie dagelijkse werkzaamheden. Dank. Wat ons betreft bedankt voor het kijken en wellicht tot een volgende keer. En dan praten we opnieuw met een nieuwe groep mensen over de invoering van die WWZ. En hoe dat toch in de praktijk uitwerkt voor werkgevers en werknemers. Tot die volgende keer.